Ja, vrienden, jullie hebben het natuurlijk ook gelezen. Ja, het doel. Ineens zit de Bible Belt. Die gaat dwars door het Nederlands elftal heen. Een mannetje of 10, 11. Die zitten ongeveer elke dag zitten die daar te bidden. Ja, met die Gakpo en die Depay, die lopen voorop in de bid gebeuren. Ja, die zitten ineens helemaal in de Heer. Dat is wat, ja. En die arme Heer, ja, je zal maar Heer zijn of God of hoe je het noemen wil. Die moet dan al een gewauwel zitten luisteren ook nog eens een keer. Als je het al hoort, hè. Want volgens mij is het ongeveer hetzelfde als Sinterklaas liedjes zingen als je je schoen zet. Weet je wel dat. Maar goed, stel je voor, hij hoort dat. Hè? De Heer, die zit daar boven en die hoort al dat geprevel en gedoe. Maar dan nog vraag ik me af, in al die talen, de hele wereld, die zitten allemaal dit te doen. Er moet toch een enorm vertaalcentrum daarboven zitten. Om dat allemaal aan de Heer door te geven. Volgens mij zitten daar allemaal nonnen uit Vught. En die zitten allemaal, druk te vertalen voor de Heer. Ziet voor je allemaal? Ja, dat is een toestand zeg. Maar goed, en dan nog wat. Want zij gaan dus voor de wedstrijd, gaan zij dus bidden, hè? De Gakpo en de Pai. En die zitten dan te vragen natuurlijk, denk je wel een beetje aan ons? Tijdens de wedstrijd. Maar de Argentijn, die doet dat ook, want die zie je ook zo het veld opgaan altijd. Ja, die bidden net zo hard. Dus dan zit hij daarboven, die Heer, zie je het voor je? Die zit zo. Ja, wat zal ik doen vandaag? Ja, Nederland of Argentinië. Zie voor je. Moeilijk, hè? Moeilijk. Ja, lastig daarboven. Nou ja, vrienden. Luister, ik ga er maar aan meedoen. Want, dan ga ik ook maar een beetje in de Heer. Ik ga gewoon een kaarsje opsteken. Kijk, zie hem staan hier. Zie hem staan. Ha, ja, ik ga gewoon ook maar een beetje gelovig doen, een kaarsje opsteken. Ja, alle kleine beetjes helpen niet dan. Ja, want we willen wel door, toch? Ja, we willen verder in dat toernooi. Ja, maar ik heb de hele tijd maar in mijn hoofd een 1. Ik zie steeds een 1. Er komt steeds maar in mijn hoofd 1, 1 hoor ik maar. 1 zie ik, 1, 1. En het kan niks anders. Dat moet iets betekenen met of we winnen met 1 doelpunt verschil. Of we maken 1 strafschop meer dan Argentinië. Dus dat we winnen met 1 strafschop verschil. Of we winnen met 2-1. Dat 1 doelpunt verschil. Dus 1-0 of 2-1. 1. Er zit maar steeds een 1 in mijn hoofd. Dus ik steek ook maar 1 kaarsje aan. Nou ja, kaarsje. Zeg maar kaars. Ja, die ga ik aansteken. Belangrijke wedstrijd. Daar komt hij. Kijk, hup. En die brandt mooi. Kijk. Maar daar doe ik nog even dit bij natuurlijk. Hè. Kijk, ja. Deze heeft natuurlijk nog constant gewoon geluk gebracht. Zo, zet ik even goed op zo. Hup, kijk, hup. Ja. Nou, vrienden. Ik weet het niet of jullie het zijn, maar ik ben het zeker. Ik ben er helemaal klaar voor.